zijn hier bij het Hetkamp. Is voor jou natuurlijk heel bekend. Het is jouw territorium. Kun je wat meer vertellen over het Hetkamp? Wanneer het is opgericht? Nou, wanneer het exact opgericht is, weet ik niet. Maar ik ken het van kinds af aan al. En ik ben 65. Dus het is hier al vanaf toch de jaren 50, 1950, 1960. In die buurt is het al opgezet. Dus het, ik ken het als Barna niet anders als het Hettenkamp. Dus ja, het is al behoorlijk oud in ieder geval, ja. En het is ook echt een begrip binnen de gemeente Borne. Ook wel buiten de gemeente Borne, want als ik hier zo rond omheen, lopen wel eens mensen. En dan komen ze uit Hengelo, Almelo. Dus het is wel een begrip hier. Mensen denken nog wel eens dat het een kinderboerderij is, dat ze er dus ook naar binnen kunnen. Maar dat is het niet. Het grote voordeel hiervan, van dit hettenkamp, is wel, als je er omheen loopt, zie je ook alle dieren. Dus je mag niet op afspraak hier zomaar naar binnen? Nooit niet eigenlijk? Nee. Ik ben nog wel een keer van plan, dat heeft natuurlijk ook met de dieren te maken en verzekeringszaken. Maar ik ben wel bezig om voor de basisscholen wat op touw te zetten. Zodat er wat educatiefs, wat meer aandacht is. En ook onder de kinderen. Ja, bekendmaken van wat een dier is. Want dier is wel heel sociaal voor de opvoeding. Ja. En wordt het Hettenkamp ook gesubsidieerd? Nou, echt gesubsidieerd niet. Wij krijgen wel een bijdrage van de gemeente. Ja. En de rest is allemaal sponsorenwerk. Okay. Ja, dus echt een subsidie van een of andere overheid niet. Maar ik zei net, ja, de gemeente draagt wel bij. En draagt ook een warm hart toe aan het Hettenkamp. Uh-huh. Ja, en is daar wel heel erg betrokken bij. En hoe komt het Hettenkamp aan haar dieren? hoofdzakelijk kopen. Ja. We kopen wel dieren. Ik ben ook echt gericht met een fokprogramma bezig. Dat je dus echt goede dieren geregistreerd houdt. Ja, en af en toe ruilen we er eens wat. Ja, maar over het algemeen kopen wij gewoon onze dieren. En hele kleine dieren, soms zijn er wat mensen die zeggen van, Bert, ik heb nog een kipje over, kun jij daar wat mee? Nou, een kipje wil ik mijn best wel voor doen. Een haan wordt wat moeilijker, want dan krijg je wat anders. Heel veel krijg ik vragen over konijnen. Die hebben we hier niet meer. Het ligt wel in de bedoeling dat er ergens een gedeelte hier in het park komt, specifiek voor een konijnenheuvel of iets dergelijks. Ja, ze is wisselend. Ja. Kijk, kippen zijn ze ook gauw zat. Maar inderdaad, de konijntjes, op dit moment, in een anderhalf jaar wat ik het doe, heb ik toch wel 4, 5 vragen gehad of ik konijnen kon gebruiken. Ja.